Yo, mensen van Les David Games, de King. 77L, oftewel Paul, de gaming teacher, 36-jarige, super lekkere leraar. Uit Almere. Almere power, Almere, yeah! Nou, Almere is denk ik wel een beetje onderschat. Het wordt echt wat een beetje laagdunkend over gesproken, zeg maar, in Nederland. Over, ja, het is saai. Dus dit, nou, maar eigenlijk, ik woon er nou vanaf mijn zesde. Ik woon dus al 30 jaar in Almere en ik vermaak me hier prima. Het is geen stad, het is geen dorp, het is geen gehucht, het is geen, ja, het is gewoon Almere. Strike zone, zoals je ziet. En let op, dan begin je lekker, denk je, nou wauw, dan begin ik zit op een Camp Strike streak. Okay, Dead Silence unlocked, ik ben lekker bezig. Oh nee, kut. Noobs, Christmas noobs met launchers. What the fuck, Britney Space? Doe normaal. Oké. Deze video is gewoon voor meerdere dingen, voor meerdere zaken. Hij is kort, zoals je ziet, ik heb hem ook op een gegeven moment afgekapt op de helft van de match. En dan zie je alleen nog even mijn eindscore in beeld. Het gaat om de klasse waar ik maar speel, ook op mijn eigen kanaal al over gesproken. En ik wil dit ook voor de DDG mensen die niet mijn video's volgen op mijn eigen kanaal. Wil ik dit gewoon, kan ik dit niet onthouden. Ik moet dit gewoon ook aan jullie laten zien. Dit is by far, maar ook echt by far de beste klasse. Niet specifiek het wapen, al vind ik die ook geniaal tegenwoordig. Maar meer de perk setup. Kom ik zo op terug. Ik ga vandaag ook praten over Minecraft. Denk je, what the fuck? The King en Minecraft. Ik heb al wat dingetjes met Minecraft gedaan. Ik heb natuurlijk ook op mijn eigen kanaal Dark Water een soort fake kingdom serie gehad. Nee, niet fake, maar ik bedoel gewoon een beetje Wallaby Kingdom-achtig iets. Dat is leuk, roleplaying iets doen. Voor de rest heb ik niet heel veel ervaring met Minecraft. Ik kan het wel hoor, maar ik bedoel, ik heb er niet veel mee gedaan. Ik ben altijd gewoon met andere games, ben een console gamer. En maar ik wil nu toch ook wat dingen gaan doen met Minecraft gewoon. Omdat gewoon, ja, ik ben de enige geloof in heel DDG die helemaal niets met Minecraft doet. Ik ga er niet zoveel mee doen als de meeste kanalen. Ik zal op DDG af en toe een video maken. En ik zal op mijn eigen kanaal een paar video's per week hebben. Het zal misschien, met DDG mee, zal ik misschien 5 video's per week. Minecraft misschien 4 van de, van maken in godsnaam, 30 per week? Nee, niet 30, maar wel tussen de 15 en de... Ja, tussen de 15 en de 15, dan zal ik wel per week uploaden, totaal, met mijn eigen kanaal mee. Soms wel meer. En een gedeelte daarvan zal dus een beetje Minecraft gaan worden. Het wordt wel op mijn eigen manier, dat is belangrijk. Het wordt wel de King-stijl. Ik ga beginnen met de David opnames te maken voor Jenava Castle Defend. En daarna zal ik misschien nog een andere dingen op gaan pakken met Minecraft. Het hangt er echt van af. Ik wil mijn creativiteit er wel in kwijt kunnen. Ik doe alles eigenlijk, zo sta ik een beetje bekend, alles op mijn eigen manier natuurlijk gewoon zo houden. Hè. De King is gewoon de King. Hè? Dat is gewoon zo. Nee, nu even over iets belangrijks tijdens deze video. Je ziet hier de strike zone, dat is niet zo belangrijk verder. Het is wel het beste om te laten zien, daarom koos ik voor deze gameplay. Ik heb best wel goede gameplay mee gehaald. Ik heb ook een potje hierna gehaald. Ik meteen een cam strike met deze klasse. Dit was gewoon mijn eerste potje. Zie je ook het wapen, had ik geen camo op. Omdat ik dit is mijn hoofdaccount, de King77L. Heb ik nog niet veel gespeeld met dit wapen. Ik ben begonnen met een ander account, omdat mijn account ging ze opnieuw bij PlayStation Network, ging ze opnieuw securen, waardoor ik gewoon meer veiligheid heb ten opzichte van mijn mail en zo, omdat ik een grote YouTuber ben. Nee, maar Sony benaderde mij, ze hebben dus gecheckt waarschijnlijk of ik het echt was, ik weet niet hoe ik dat heb kunnen checken, maar mij gemaild of ik het noodzakelijk vond dat ik een extra beveiliging op mijn gamertag kreeg, omdat ik een grote YouTuber was. Ik zeg, is prima, maar achteraf heb dat een week geduurd ruim. Dus ik kon een week lang, heb ik een andere account aangemaakt die ik nou gebruik voor mijn serie 60 versus 60. Dus dat komt eigenlijk nog goed uit ook, want dan heb ik gewoon met dit account, de King77L gewoon, waar ik gewoon met mensen, niet alleen met solo, maar ook gewoon met andere mensen mee speel. En die K-I-N-G, die hele vage account, gebruik ik puur voor die serie en zo. Daar is mijn ratio ook niet zo slecht, 1.98 of zo, maar hier op mijn King-account is het gewoon 2.22 op dit moment en mijn accuracy is boven de 23%. En ik ben echt op de PlayStation 4 speel ik wel heerlijk. Dit is trouwens ook PlayStation 4 gameplay. Ik denk, wow, wat mooi. Het komt dus PlayStation 4. Maar de klasse, het is belangrijk. Ik heb hem al uitgelegd op mijn eigen kanaal. Ik speel hier met de SA-805 met Red Dot en een Silencer. Omdat ik een Red Dot heerlijk vind op dat ding. En ik speelde heel veel met de SA in het begin en later heb ik toch veel meer Honey Badger en SC en dat soort wapens, hè. De SC-2010 en zo, de AK, van alles gespeeld. Alles speelt er lekker. Ik vind de weapons ook best wel balanced in deze game. Dat is ook niet het probleem van Ghost. De grootste probleem voor regulars en de maps. Maar de perks. Ik speel hier dus met, zoals je ziet, Stalker, Scavenger Amplify, Focus en Hardline. Door die setup, en dan dat ik ook goed nadenken over mijn strike packers, dat Sleight of Hand, Dead Silenced en Ready Up, heb ik na 8 kills, heb ik al All Specialist. En in je Specialist bonus,
unlock ik dan Quick Draw, Off the Grid en Blast Shield, hoe dat ook heet, Flag Jacket gedoe. Dan kan je ook dus zeggen, ik Blind Eye kan je ook best gebruiken. Pak je Blind Eye. Quick Draw kan je achterwege laten, omdat je al met Ready Up speelt. Maar toch is het wel een verschil hoor, als je beide gebruikt. Dus het is net even, de vraag zit hier van Streak. Het is gewoon, het is korte gameplay nu even, het is gewoon even om jullie te laten zien. Ik moet heel veel dingen van vandaag voorbereiden voor vanavond de party met David en zo. Dus het is gewoon puur om dit jullie even te laten zien. Dit is echt de klas. Ga hiermee spelen. Je gaat campsites halen. Ik krijg heel veel berichten op Twitter over iedereen. Bedankt Paul voor de klasse. Ik heb een paar dagen geleden op mijn kanaal gedaan, 2 dagen geleden. Zo. Iedereen haalt nu campsites, iedereen haalt van alles. Ga hiermee spelen. Dit is echt de basisklasse gewoon. Dit is voor mij echt gewoon de allerbeste klasse. Na 8 kills heb je al asbestos. En kopieer hem gewoon eventjes. Je kan even bij het begin een pauze zetten op het moment dat je klas selecteert. Of je hebt gewoon geluisterd hoe ik mijn klasse opnoem. Dat je weet waar ik mee speelde. Het is werkelijk waar. Briljant. Hou mijn kanaal in de gaten. Ook voor Minecraft nu dus. Een paar dingen maar zijn het. Maar ik ga ook gewoon dingen met Minecraft doen. Waarom niet? Ik vind het wel leuk. Een beetje af en toe mee te klooien. Waarom niet, hè? Thanks for watching. Fijne jaarwisseling zou ik zeggen alvast, hè. Ik ga jullie zien.